En misschien hebben jullie het geweldige nieuws al voorbij zien komen. Maar afgelopen zaterdag is er dan eindelijk weer een jonge okapi geboren. Dat is de tweede ooit in de Beekse Bergen. Vandaar dat we vandaag een special doen met alleen maar vragen over okapi's. Dus niet één vraag, niet twee vragen, maar liefst drie vragen over deze geweldige dieren. Voordat ik die vragen ga beantwoorden, gaan we natuurlijk eerst eventjes op kraamvisite bij jonge meneer Guus. Maar daar kunnen we natuurlijk niet met lege handen aankomen zetten. Dus op naar de keuken. Ik heb de beschuit met muisjes, dus we kunnen op kraamvisite. Op naar de okapi's. Onderweg naar die okapi-stal kunnen we natuurlijk alvast een vraag beantwoorden. En laten we beginnen met een hele belangrijke vraag om dit fabeltje voor eens en voor altijd de wereld uit te helpen. We krijgen namelijk wel eens de vraag, tussen welke dieren is een okapi nou een kruising? Veelal wordt eigenlijk gedacht dat de okapi een kruising is tussen een giraf, want lange nek, en een zebra, want strepen op zijn kont. Ik zal nu gelijk maar gewoon even vertellen, klopt helemaal niks van. Een okapi is geen kruising, een okapi is gewoon een okapi. Ja, precies. Een okapi is echt een op zichzelf staande soort, dus helemaal geen kruising. Dat is maar goed ook, want anders zouden we hier op de vlakte een hele lading aan jonge okapi's krijgen. Want hier lopen hier natuurlijk zowel Nubische giraffen als de grevy-zebra's. Dus, vraag nummer 1. Tussen welke dieren is een okapi een kruising? Is gewoon, ja, gewoon nee. Nee. Gefeliciteerd. Dankjewel. Beschuit me maar, het is een jongetje. Heer, hè? Ja. Heer. Noemen we daarbij een okapi nou een hengst? Of een hengst. Ja, wel. Hè? Alles goed? Ja. Alles helemaal goed. Het drinkt en slaapt. Ja. Drinkt en slaapt. Nou hoorde ik dus dat een okapi in het begin helemaal niet poept. Klopt. Dus hij drinkt en hij slaapt, ja. Maar hij poept dus niet. Nee. Enig idee waarom niet? Want het schijnt nog lang te zijn ook, hè, dat ze niet poepen. Voor de geur, ja. Drie weken ongeveer. Ja. 3 weken niet poepen. 2,5, 3 weken poept hij niet. Moet er niet aan denken. Nee, oké. Okay. Ik ook niet. Zijn er meer dieren waarvan je zegt, nou die zien wij in het begin ook niet poepen? Nee, het poept eigenlijk echt allemaal binnen 24 uur. Nou, echt een okapi ding dus. Hun niet. Niet poepen. Zoals dierverzorgers Erwin en Shanna al hadden gezegd, heeft het niet poepen van jonge okapi's te maken met de geur. Net als veel andere dieren, zoals bijvoorbeeld sitatunga's en gemsbokken, zijn jonge okapi's echte liggers. Dat betekent dat ze dus ergens in de jungle goed verstopt liggen in een bosje. En omdat ze dus ook niet poepen, kunnen eventuele roofdieren de jonge dieren niet alleen niet zien, maar ook niet ruiken. En zo zijn ze extra beschermd. Guus is het tweede jong van Abeni en Sukuma. Zijn grote zus Saïre is vorig jaar verhuisd naar Antwerpen om daarbij te dragen aan het fokprogramma van deze bedreigde diersoort. Nou, ook bij deze avontuurlijke jongeman is Abeni een hele zorgzame moeder. Ja, en vader Sukuma, die is alweer druk bezig met daten. Dank jullie wel dat ik even mocht komen kijken. Graag gedaan. En dan wens ik jullie heel veel plezier. En dan hoop ik dat alles helemaal goed gaat komen. Maar volgens mij gaat het helemaal lukken. Dat zeker. Yes. Ja. Doei. Als afsluiter nog één vraag over de okapi's. En die heeft eigenlijk te maken met dus die reden waarom mensen denken dat hij gekruist is met een zebra. Namelijk die mooie strepen op zijn billen. En in dat oerwoud leef je dus eigenlijk als het ware onder het bladerdek, waardoor je dus in de schaduwen leeft. Maar zo nu en dan komt er een zonnestraaltje van boven zo naar beneden. En daardoor, dat zie je wel eens, heb je dus van die vlekken en strepen. En als je dan zelf ook donker gekleurd bent met strepen op je billen, lijkt het net alsof je dus eigenlijk altijd een beetje zo half in de schaduw staat met wat lichtstralen op je billen. Dus eigenlijk werkt het als een camouflage, een schutkleur. Dat waren dus antwoorden op de vragen over de okapi. Ja,
Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Ranger Request, waarin we weer een vraag beantwoorden over dieren. Heb jij nou een leuke vraag? Stuur hem dan op, want wie weet beantwoorden we jouw vraag wel volgende week. Doei.